Ik ben Marisse van der Toel, ik ben 28 jaar. Ik ervaar vooral problemen met mijn fysieke beperking. Ik heb namelijk fibromyalgie. Dat is een aandoening aan de spieren waardoor je eigenlijk constant pijn hebt. En daardoor heb ik minder energie op een dag. Je bent constant aan het schipperen in je planning, in je balans. Van ja, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. En zo merk je dat het toch moeilijk is om mee te komen. Terwijl je wel je best doet om mee te komen. Ik ben lid van de Onderwijs- en Beleidscommissie van Studenten Onbeperkt. Dat is een studentenplatform voor studenten met een functiebeperking. En daar zijn we in gesprek met de TU Delft om van alles te verbeteren en te realiseren. Dat begint al bij een klaslokaal wat gewoon toegankelijk moet zijn. En het eindigt bij in de sociale omgangsvormen met elkaar. Dat als ik een keer op de grond zit omdat ik te veel pijn heb om even door te lopen, dat ik niet raar wordt aangekeken, maar dat gezegd wordt, hey, kan ik je helpen? Als we nou al kunnen beginnen met het maken van in ieder geval toegankelijke templates, dat bijvoorbeeld planningen al zo toegankelijk mogelijk hebben voor iedereen, dat het op tijd al geleverd kan worden, dat het voor docenten makkelijker gemaakt wordt om ze in te vullen. Dat de kleuren goed zijn voor iemand die visueel beperkt is. Of voor mensen die blind zijn, dat het goed af te lezen is. Ja, dat zou al een eerste stap zijn in de goede richting. Ik ben 6 jaar lang commissielid geweest in de gemeenteraad van Zoetermeer. En daarnaast ben ik voorzitter van de landelijke netwerkgroep VN Verdrag Handicap. Waar ik Tweede Kamerleden adviseer op het gebied van het VN-verdrag. Dus ik vertel ze wat nu misschien een goed idee zou zijn om verder op te pakken. Ja, ik noemde al die templates, die standaardformat. Dat is iets heel concreets, iets heel behapbaars. Daar wil ik graag tijd en energie in steken om die te realiseren. Dus ik zou graag iemand inhuren die dan specifiek gericht op het stuk toegankelijkheid van die website aan de slag kan. En allemaal van dat soort templates kan creëren die ook dan voor buiten de universiteit bruikbaar zijn. En als er dan nog wat over is, dan zou ik dat nog willen besteden aan cursussen die we aan mensen die cursussen kunnen geven om die templates ook goed te kunnen gebruiken. Ik zou de Ezio Frank Award moeten winnen omdat een inclusievere samenleving alleen tot stand komt met mensen die zich zowel politiek als gewoon in de maatschappij inzetten voor een betere wereld. En die beginnen bij kleine stappen en dat uiteindelijk laten uitgroeien naar meer.